And with all these honorable guests, we will have a special meeting this afternoon about cloud computing. It's a sort of sort of class this afternoon. We will learn a lot about cloud computing. What are the main issues in higher education and research at this moment? And we are living in challenging times, not only because we have perhaps some of us think we are in a sort of Greek tragedy or an Italian opera, but also because we as research universities, but also as universities of applied sciences, we have to find a new profile as university. And we are challenged by the Dutch government also to make a more precise profile of our own institution. Cloud computing is niet meer weg te denken. Hè. Cloud computing is iets gewoon wat dadelijk gaat komen, zeg maar voor alle instellingen. Hè. Dus alle universiteiten, alle hogescholen. Ja, ze zullen dadelijk toch een keuze moeten maken van ja, waar en hoe willen ze daarmee omgaan. Hè. Dus oftewel, als jij dadelijk een nieuw e-mailsysteem, hè, kun je dat nog steeds, ja, wil je dat nog steeds allemaal zelf doen? Hè? Of wil je dat toch gebruik maken van ja, Google of Microsoft, hè, op een andere manier eigenlijk dat in de cloud te brengen en daarmee dat ook veel goedkoper te kunnen doen en ook veel meer faciliteiten te kunnen geven eigenlijk aan de studenten. Dus dat is iets wat op ons afkomt en waar we een antwoord op moeten hebben. Ik denk punt 1 dat wij zeg maar kunnen helpen over met een vorm van standaarden in de vorm van ja, wat je wel en wat je niet moet doen. Dus eigenlijk het een beetje best practices. Ik denk dat we daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Ja, en ten tweede kun je ook afvragen of we iets niet beter gezamenlijk kunnen oppakken. Bijvoorbeeld als het gaat over een community cloud. Of dat je zegt van joh, nee, dat willen we allemaal zelf doen. Of we hangen dat gewoon bij Google, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat, en dat die afweging, denk ik dat Surf een hele belangrijke rol in kan spelen. En deze definitie die vertelt dat cloud computing een pay-per-use model is. Dus een model waarbij we betalen voor wat we gebruiken. Voor enabling, available, convenient, on-demand network access to a shared pool. En daar staan er een aantal dingen die ik verder niet zal opnoemen. Maar zaken die snel kunnen worden afgenomen en kunnen worden gereleased met een minimale hoeveelheid aan management. It's where consumerization and commoditization collide, which is what's creating the imperative for the cloud, which is why I say it's now or never, because you don't have a choice. It's happening. It's happening with or without you. So you may as well get on the bandwagon. So consumerization is happening. You have students coming to your university that want to use technologies that they're familiar with. And they will be dissatisfied with their university experience unless you support the technologies that they're wanting to use when they come to your university. But to try and get our senior managers to embrace this technology and understand what it means and apply it is a huge challenge. And even more of a challenge is when you have to do what we really need to do, which is work together as a collective, as a collaboration, as a consortium to try and make everybody do it together. And that's like herding cats, as we say. It's almost impossible. Om zo'n stap te zetten naar een uitbesteding van je eigen voorzieningen, moet je wel over een paar drempels heen. Niet alleen security, niet alleen je privacybescherming, maar ook hoe ga je om met je eigen ICT-medewerkers. Je hebt die mailbeheerders niet allemaal meer nodig. En wij waren gelukkig in een hele... Denk ik dat toch wel een belangrijk issue is geweest. Wij waren in een situatie dat we al onze hele mailvoorziening uitbesteed hadden aan Capgemini. Dus wij konden gewoon zeggen, knip die studentenmail er maar af uit het contract. En dat was ook onze winst. We wisten dus precies, het levert ons zoveel euro's op. Want het was gewoon een verlaging van de dienstverlening die we eerder uitbesteed al hadden en nu minder hoefden uit te besteden. Dus het heeft ons geld opgeleverd, een enorm tevreden studentengroep en ik heb er totaal geen zorgen over. En ja, het gaat om kwalitatief hoogwaardige ICT-services. En ja, het gaat over flexibel meegroeien. En over
op elk moment, op elke plaats iets leveren. En ja, over wendbaarheid en slagkracht en misschien zelfs wel kostenvermindering. Of een bijdrage aan de energieconsumptie. Maar voor ieder van ons zal dat palet op een andere manier worden ingevuld. Omdat ieder van ons op een andere manier in het hier staat en op een andere manier met het straks wordt geconfronteerd. Van hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek omhoog gaat? Dat is de ene kant, zeg maar, dat we hiermee een soort, ja, een soort incentive krijgen om er minder tijd aan te hoeven te besteden. Want een heleboel ideeën komen eigenlijk van om ons heen. Maar tegelijkertijd ook wel een slimme combinatie moeten gaan vinden om uiteindelijk, zeg maar, ook niet weer in de weg in kwijt te raken. Maar wel zorgen dat we in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder komen. Dank voor jullie bijdrage vanavond. Dank aan de SURF-organisatie dat ze dit met ons, voor ons heeft willen organiseren. En ik zou zeggen, wordt vervolgd. Dank jullie wel.